Dit is een euro en dit is een gokautomaat. Ja, dat gaat het dus niet worden, maar er is een plek op de wereld waar mijn kansen een stuk groter zijn. En dat is... Las Vegas, baby! In deze video probeer ik van 1 euro 10.000 te maken binnen 50 uur. Ik vraag iedereen om donaties. Yeah, do you have $1 for me? Ga volledig mee in de American Dream. En probeer ongeveer elke mogelijke manier van gokken. Maar we beginnen bij het begin. De tijd gaat in vanaf het moment dat deze euro meer is dan 1 euro. Maar als je bij mensen gaat schooien, moet je natuurlijk wel een goede reden hebben. Dus ik heb deze trui laten maken. I need money for my wedding. Please give me some... Excuse me. I have a question. I'm getting married in Las Vegas. Do you have like a euro or something? Because I still have to pay for the wedding, so... Well, I know, but I don't have... Sorry. The wallet is in the baggage. The big baggage. Oh, in the big baggage. Yes. Nou, op zich had ik op basis van zijn shirt wel kunnen raden wat hij zou antwoorden. Maar na deze afwijzing liep het storm met de donaties. So do you maybe have nothing? No, I'm sorry. Okay. Ik heb geen los geld, sorry. Heeft u toevallig een euro? Nee. 50 cent. Maar wedding, dan werk ik hem al. Deze man dacht dat ik een grapje maakte. Maar nee, ik ga serieus trouwen in Vegas. Maar daar komen jullie later in deze video wel achter. Dus blijf kijken. Oh, I see you have 50 euros, that's also good. No, it's nothing, man. It's okay. Really, really nice. Everything that helps. Well, thank you so much. Dit was hem dan. Mijn eerste donatie. Een paar rare muntjes die ik nog nooit eerder had gezien. What the fuck? Ik wist niet eens hoeveel dit waard was, joh. Misschien was het omgerekend wel 10 euro of 100 of 1000. Dag, ik wil dit even inwisselen voor euro's. Maar ik weet niet hoeveel het is. Nee, kan ik ook niet wisselen. Ik weet ook niet wat het is. Oh. Achteraf bleek het iets van 1 cent of zo te zijn. Een mooie bril heeft u op. Oh, dankjewel. Oké, dag. Maar kort hierna kwam dan toch de eerste echte donatie. Heb je toevallig een euro? Nee, ik kom voor kijken. Ik denk niet dat ik een euro heb eigenlijk. Kut. Deze dames willen me geld geven, maar ze hadden geen contant geld bij zich. Oh jezus, had ik maar een pinapparaat bij me. Oh, dat zou toch eens even goed van pas komen. Oh ja, papi. Kelly heeft een pinapparaat geregeld. Nou, ik wil best een euro pinnen, hoor. Komt u maar. Meiden, bedankt. 4 euro. Ja. Jullie veel plezier. Vanaf dat moment had ik de smaak te pakken. Ja, fantastisch. Thank you so much. Oh, that's great. Mag ik jou iets vragen? Ja. Je spreekt Nederlands, hè? Ja. Oh ja, anders had je niet op gereageerd. 2 euro. Wat fantastisch. 5 euro. 2 euro. 5 pound. Moet je luisteren, ze zijn iets aan het omroepen. Wil Calvijn oprotten met zijn schooierige gedrag. Dank u wel. Dus besloot ik verder te schooien in de business class van het vliegtuig. Want ja, daar zitten die rijke papies. Ik zweer het, hè. Hier geven ze je dus gewoon... 20 euro, jongen. $3 erbij. Het is ongelooflijk. Oh ja, ik ben trouwens helemaal iets vergeten te vertellen. Ja, want ik heb een opkomende YouTuber gevraagd om mee te doen aan deze challenge vanuit huis. Namelijk... Hey Daryl, ben je klaar om stinkend rijk te worden? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb een super strak plan bedacht. Heb je een plan? Ik niet namelijk. Ik heb helemaal niks. Nee, ik ook niet. Ik maak je nu 500 euro over. Dan heb je net zo lang de tijd om daar 10.000 van te maken als dat ik nog heb, oké? Okay, is goed. Later. Het gaat hem sowieso niet lukken. En terwijl de gemiddelde 25-jarige tijdens een avondje Vegas waarschijnlijk naar de kloten zou gaan in een stripclub, liep ik als trieste schooier op straat om mensen te vertellen dat... So I'm getting married in 2 days. I got $5. That would be fantastic. I'm getting married in 2 days. If you could miss a dollar, that would be fantastic. So I'm getting married in 2 days. So I'm getting married in 2 days. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. $2 is also good. Thank you so much. Maybe it's in the suit in the bag. Okay. Dit was mijn teken. Het was mooi geweest. Ik gooide nog even een witte mannendansje op straat. Werd getrakteerd op een shotje. Ik kwam een teringmooi poesje tegen. ja. En besloot toen maar terug te gaan naar het hotel. Yo, what's up baby? Het is 10:30. En dat betekent dat ik al bijna 24 uur wakker ben. En dat betekent ook dat deze opdracht al bijna 24 uur gaande is. Dus jullie zijn waarschijnlijk benieuwd naar even een tussenstand. Nou, die kan ik jullie geven hoor. Hey. Die wil je hebben toch? Nou, dan geef ik hem toch. Doe ik dan toch gewoon. Vandaag op Schiphol en in het vliegtuig $53 en $20. Ben ik even het casino ingegaan. Ja, en in dat casino deed ik een riskante move. Want ik zette 40 euro in op rood. En in de wereld van roulette betekent het dan dat als het balletje op rood valt, die 40 euro verdubbeld wordt naar 80. Mijn eerste winst was een feit. Ik voelde me net die ene guy met die baard uit de Hangover film, weet je wel. Dan kom je uit op $93 en $20 cent. Maar dat is niet alles. Ik heb alsnog gestreden daar, hè, op straat. Maakte totaal op
$111.27. Het is nog geen 10.000, maar we zijn onderweg. Weet je wel? Dus ik bedoel, er is geen reden tot paniek. Yo, ik moet geld verdienen! En om zo snel mogelijk langs alle casino's te scheuren, heb ik hulp ingeschakeld. Van de one and only... Toch had ik mijn eerste ontmoeting met Elvis iets minder ongemakkelijk voorgesteld. Elvis, right? How's it going, man? Good. That's so good. How are you? Oh man, I'm good. Show me why you're the best Elvis in Vegas. One, two, party at the county jail. Everybody, let's rock. Now here, this is a shot I want you to get. You stand right here. Oh. Toen bleek dat mijn nieuwe vriend ook ambities had als regisseur. You get us in the front of this car. Okay. And now go, put your hand like this, dude. This is another shot I want you to get. That's an awesome shot, man. Okay. Let's go on an adventure, okay Elvis? Okay, let's go. Daar gingen we. Elvis en Calvin. Zij aan zij. Door Las Vegas. In stijl. Iedereen wilde foto's van me maken. Ik voelde me echt een superster. Hey there. Yeah, I gotta love it. You gotta love it, man. Thank you very much. Okay. Nou, misschien vonden ze Elvis interessanter, maar god, wat hadden we nou al zien, joh. En na dit prachtige duet bracht Elvis me naar de plek waar het gaat gebeuren. In casino's mag je absoluut niet filmen. Dus daarom hebben we helaas niet kunnen vastleggen dat ik na 1 minuut al $5.000 heb gewonnen. Oh shit, hè. Had ik dat maar gefilmd, man. Wat jammer zeg dat ik dat... Tuurlijk hebben we gefilmd, papies. Gewoon stiekem toch met iPhones en GoPro's. Tijd om rijk te worden! Ik drukte gewoon op random knopjes. Geen idee wat ik aan het doen was, maar hey, uiteindelijk won ik $33. Toen deed ik iets met dobbelstenen en na wat dieper dalen had ik toch ineens $30 winst. Let's go! Wedden op paarden, dat kan dus ook in Vegas, maar... Ja, ik ben $10 kwijtgeraakt. Maar daarna had ik weer $10 gewonnen. Lekker! $10 verlies. En nog een keer. Haat het spel. Ik besloot terug te gaan naar de knopjes en bleef maar geld verliezen. En weer winnen. En weer verliezen. En weer winnen. Uiteindelijk eindigde ik wel weer $12 in de plus, maar nou ja, het schoot nou niet bepaald op. Het is nu de volgende dag, wat betekent dat ik aan de challenge ga beginnen. En wat het plan is, ik ga gewoon live roulette spelen. We gaan gewoon meteen heel, heel hoog inzetten. €100 op rood. Kom op, alsjeblieft. Ja, ja, lekker, rood. We hebben nu al meteen €600. Kom op, zwart, 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 kom op. Ja, zwart, dat meen je niet. Weer €100 op zwart. Ja, what the fuck? Elvis, thank you. Thank you very much. Happy birthday to Elvis, the real one. I'm just like a... AliExpress versie. Viva Las Vegas! Nog 9.800 en nog wat te gaan. Ik weet het, dat klinkt misschien onhaalbaar, maar wacht maar. Tot jullie zien wat mijn volgende move is. Het is tijd voor mijn geheime wapen. Is this Teddy? Yes. You have a great voice. De man die me gaat helpen. Teddy is namelijk... Sports better. You're a sports better. Sure, that means I bet on sports and that's how I make my living. Okay, what is the best bet you've ever made? Probably the St. Louis Rams to win the Super Bowl at 200-1. How much money did you bet on that game? I'd rather not say. Okay, all right. En voor ik het wist trok Teddy me mee naar binnen om me te vertellen waar ik op moest inzetten. The safest bet... Okay. Is Dallas on the money line at -265. Oh, Dallas on the money line at -265. Ja, dan snappen we natuurlijk allemaal wat de bedoeling is. Okay, ja, ik snap er gereed van. Maar mijn moeder zei altijd, een Amerikaan met een oranje t-shirt kan je vertrouwen. Dus deed ik gewoon blindelings wat Teddy me adviseerde. Ik zette $100 in op een American voetbalwedstrijd en als er halverwege meer dan 23 punten zijn gescoord, win ik $90. Volgens mij heb ik gewonnen. Ja, maar volgens mij, nou, ik weet het wel zeker. $90 in het zakkie. Hierdoor komt het totaalbedrag uit op $257.48. En ik ben trouwens niet de enige die flink aan het winnen is. Ja, what the fuck? €900. Ja, oké, okay, dan doe ik nu wel weer rood. Dit meen je niet. Ik weet niet hoe het bij het Calvin gaat, maar ik heb nu al €1000. Straks zit je de hele video af te vragen, wat is nou je tactiek, Calvin? Nou, dat zal ik je even vertellen. Als jij 257 op een bepaald nummer zet, betekent dat je 36 keer je inzet terugkrijgt. Dan ben je bijna op 10.000. Dus wat ik even ga doen, ik ga die €257 ga ik nog eventjes omhoog gokken, zodat ik nog even een paar tientjes extra heb. En als ik dat dan op één nummer zet en hij valt op dat nummer...
Kit kan de was doen. Ik kan wel met zekerheid zeggen, ik ben hier nou in Vegas. Ik vind dat gokken echt niks aan. Ik ben gewoon echt tot, ik vind het gewoon geen reet. Ik heb hier gewoon kaart verloren. Na een emotionele rollercoaster van een paar uur in bijna alle casino's van Vegas heb ik het bedrag bij elkaar verzameld wat ik graag wilde hebben. Namelijk... $282. Ik heb net even op mijn telefoon uitgerekend dat je dan de 10.000 aantikt. Ja! Hey! Dit was het dan. Het moment van de waarheid. Ik doe dit niet alleen voor mezelf. Niet alleen voor jullie. Maar ook voor Elvis. En Teddy. Ik doe dit zelfs voor de man die vanmiddag verbazingwekkend lang achter me stond te kijken hoe ik muntjes in een automaat gooide en op die knopjes drukte. Dit is het moment. Achter mij is het casino waar het gaat gebeuren. Ik ga een GoPro in dit tasje stoppen. 50 uur lang. We hebben toegewerkt naar dit moment. We're going in. Dit is het moment. De goedheid van iedereen die me heeft geholpen staat op het spel. Ik zet $280 in op het getal 1. En als het balletje dus op het getal 1 valt, wordt die 280 in één klap $10.080. Als dit niet lukt, stel ik iedereen teleur. Daar gaan we. Is het dan nu voorbij? Oh nee! We hebben nog kans, want in Nederland heeft Daryl ook gestreden. Hey man, Kelvin. Ik was even benieuwd of jij een beetje ver bent gekomen. Nou, ik moet je vertellen, het ging aan het begin echt supergoed. Uit. Maar daarna ben ik alles verloren. Nee! Ja. 200 euro gebouwd, fuck it. Kutzooi. Hero, nee. Oké, fuck it. Ga al in. Alles of niet? En het is niet. Eén ding is na vandaag duidelijk, mensen. Begin niet met gokken. Oh ja, en zoals beloofd moet ik nog één ding doen. Calvin, do you take Michael the cameraman to be your soulmate forever? No. How would you like to pay?